Dit wat wij vandaag gaan doen is echt immens lang geleden voor mij. Het is namelijk weer tijd voor een random horrorspel. En dit is eentje die ik zag staan en ik dacht van, die moet ik gaan doen. Dames en heren, welkom bij Nightmare in Squidville. En ja, die muziek die je hoort is echt van dit spel. Ik heb ook geen idee, maar we gaan het gewoon starten. SpongeBob, oh. Wake up. We must find Squidward. It's already dark. Het is Patrick! Oh, I must have fallen asleep. Oh nee. Let us knock on some doors to find out where he is. Dit is wel creepy. Let's click to knock. Oh kijk, we kunnen slaan! Tok tok! Oké. Dit is zo leuk om weer een keer te doen. Het is namelijk een SpongeBob horror game. En het verhaal is zeg maar als volgt. Er zijn opeens een heleboel octo's. En we moeten erachter komen waar de echte octo is. Dus we moeten gewoon aankloppen. Hello. Have you seen Squidward? Hallo? Nou, dan niet. Oh mijn god, moeten we nou serieus op al deze deuren gaan slaan? Joe! Oh mijn god. Ik spreek gelijk al van Patrick, echt waar. Waarom splitsen we trouwens niet op? Waarom is het niet een idee om op te splitsen, Patrick? Waarom moet ik diegene zijn die op de deuren slaat en jij... Where is everybody? Dat weet ik ook niet, Patrick. Ik heb geen idee. Hallo, man. Ga je nou niks nuttigs doen? Patrick doet weer niks nuttigs. Godsamme, ik moet weer alles alleen doen. Nou, kijk mij dit dan doen. Wat doe ik? Did you hear this? Wat? Wat heb ik gehoord? Patrick, ik vind jou niet handig. Ik vind jou niet leuk. Weet je, op tv ben je echt wel echt heel erg schattig. Je bent natuurlijk een beetje dom, maar dat is natuurlijk aantrekkelijk voor ons kinderen zijnde, hè? Maar in dit spel ben je nu echt gewoon een soort van schroothondje dat achter me aanloopt. Laten we hier maar gewoon gaan kijken, want hier is een of ander vuurtje. Wat is dit? Hallo? Patrick, wat is dit? Zal ik op deze... Do you remember that crazy flying guy with a leaf blower? Oh, ja! Well, I guess he crashed. Oh, ja, rip. Maar hoe moeten wij nou op zoek gaan dan? Patrick, where are you? Nee! Ja, nou, misschien ja. Ik vond Patrick net heel irritant, dus hij is nu weg. Dat is fijn. Dat is fijn. Ja, maar nu ben ik wel alleen. En alleen in deze spelletjes zijn is het nooit leuk. Oh. Nobody opens. That does not seem to work. Nee, inderdaad. Waar moet ik dan naartoe? Patrick! Ik verwacht zo heftig dat hij opeens achter mij staat, hè. Hé, hey, daar is iets. Daar is iets. We hebben hier iets. Patrick, wat doe jij hier nou? Patrick, where have you been? I was just looking for something to eat. Sorry. Echt waar. Waarom mag ik jou niet gewoon zo slaan? Tok, 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 tok. Echt ongelooflijk. Ik weet niet eens wat erin zit. Er zit candy in. En heb je ook nog geen eten gepakt. Nou, goed. Patrick being Patrick. SpongeBob being SpongeBob. Ik ben mezelf. En we zijn verder aan het lopen. Waarom lijkt het ook allemaal op hetzelfde? Het lijkt allemaal... Hé! Hey! Een auto. Is dat een auto? Hier is iets. Hier is zo'n automobiel. Hé! Hey! Daar loopt hij. Hé, hey, Squidward. Squidward. Hij ging dat huis in. Hij ging dit huis in. Hallo. Patrick, ik begrijp er geen kut van. Jij wel? Nou, we gaan wel gewoon verder rijden. Met de gang. We moeten eigenlijk nu wel zo'n zieke gangstermuziek op hebben natuurlijk. Van, oh. As I walk through the city of Squidward and SpongeBob. As I walk through Bikini Bottom. Ik vind mezelf heel grappig soms. We moeten op zoek naar Squidward. Maar we hebben letterlijk nog geen enkele Squidward echt gezien. Wat vliegt daar? Is dat een kwal? Hallo? Dit is zo'n raar spel. Ik zag het en ik dacht, dit moet ik proberen. En nu zijn we hier in het donker en is er niks aan de hand en weet ik niet wat ik moet doen. Geweldig, echt. Grandioos. Misschien moeten we hier bezig. Hier zijn twee knoppen. Oké, okay, Patrick. Go to that other switch. Oh, dit is... Daar is hij, of niet? Maybe we must press the button at the same ja, time. Druk even op die knop, Patrick. Let me can and press when I say so. Ja hoor, four, is goed. 7, 12. Wow. What comes next? Patrick. No, I was not ready. Patrick, doe nou let open! Let me can and press when I say so. Oh my god, oh my... Seven, 12. Ja, oké. Okay. Dit was echt debiel. Daar is in ieder geval Squidward! Acht nou! Oh mijn god! We have been looking for you all day! Hey Squidward! Why are you in a cage? What the heck? SpongeBob, Patrick. I'm happy to see you, really. Would you be so kind and help me out? Yeah. The Tan Pickle Acres is a trap. They know me here. They okay. Are cannibals! Cannibalen! The other ones oh I my am god. Next.
I tried to fly away with a leaf blower, but I crashed. Okay. So they knocked me out and threw me in a cage. And the key must be somewhere near here. Maybe you see them gather at the park? Please hang in there. We see what we can do. Either we find the key or there is another way. Yes. We moeten dus een sleutel zoeken voor Octo. Wij kunnen dit, Octo. Wij gaan jou redden. Dit is trouwens wel echt heel naar. Dit is niet meer een kinderserie. Stel, dit was het verhaal geweest van een kinderserie. Dan was ik echt bang geworden als kind. Oeh. Ik wilde zeggen dat ik dan heel bang was geworden als kind zijnde. Maar ik denk niet dat zulke kinderprogramma's mochten bestaan. Maar wat hier is... What is this, Patrick? Wat is dit? This does not look good. Hallo? Hebben jullie de sleutel? Het zijn een soort van zombies, Patrick. We moeten oppassen voor de zombies. Kijk dan. Ze hebben niet echt een tempo, Patrick. Hier, dit kan je ook nog wel outrunnen, toch? Wat zie ik? En wat doet die ander? Hallo? Oh-oh. Oké. Nou, we moeten die sleutel pakken. Dit gaat echt de meest makkelijke gameplay ooit worden. Waarom lopen ze zo fucking langzaam? Patrick! Patrick, wat de... Nee. Is Patrick dood? Je gaat toch niet zeggen dat ik Patrick net heb dood laten gaan? Patrick, kom! Dankjewel. Hij werd even geslagen, wat hij lekker vond of zo, want hij is nu gewoon weer vrij. Nou, maakt niet uit. Kom mee, Patrick. We moeten deze dingen gaan oplossen. Of we moeten dit ding gaan oplossen. We moeten... Octo! Moeten we gaan... Ja! Ja, natuurlijk red ik jou. Dit gaat wel lukken, toch? We horen wel een of ander ziek luchtalarm. Voor mij is de hel nu echt losgebarst hier buiten. Er is opeens een andere buitenomgeving. Geen idee wat hier gebeurt. Dit is een of andere koortsdroom. Stel, je zou dit in het echt... Oh. Dan zit ik met z'n drie op een rijtje. En dit is echt een of ander fucking eerie luchtalarm wat afgaat. Hier word ik toch niet echt vrolijk van of zo, hè? Oh, nee. Oh, nee. Moet ik ze echt omrijden? Oh, damn. Kijk, ons hart gaan. Oh, shit. Ik moet... Ah, paal! Paal! Slechtste chauffeur van Nederland. Kom op, rijden. We moeten al die squid... Ja, hier gaat er nog één. Gewoon aanrijden. Dit mag normaal niet, maar dit zijn extra punten, hè. Begrijp dat even. Hè? Als je ooit je rijbewijs haalt of zo, of die heb je... Dit moet je niet in het echt doen, hoor. Nee, dat moet ik wel even voorop stellen. Maar in een spel mag dit natuurlijk altijd gedaan worden. Kijk, hier hebben we nog één. Hatsenflats. Gaan door. Waar moeten we überhaupt naartoe? We moeten ontsnappen. Maar waar moet ik ontsnappen? Wat zijn überhaupt die gekke Squidward huizen die zo omhoog komen uit de grond en opeens hele erg gekke duivelse tanden hebben? Wat is dat? Ja! 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 Hebben we het gehaald? What is this place? What the heck? Oh, hell is rising. Oh no. Do you see this in front of us? Wat gebeurt hier? We get through this nightmare. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. We moeten een beetje oppassen voor... Wat is dit spel? Dit had ik niet aanzien komen. Dit is ergens wel een heel leuk indie horrorspelletje. Ik geniet die wel. Oh, pas op! Weet je, SpongeBob, jij bent echt de beste chauffeur die ik ooit heb gezien. Of ja, eigenlijk ben ik het natuurlijk, want ik ben hier degene die aan het rijden is. Dus ik mag eigenlijk mezelf gewoon even prijzen, hè, mijn ego even strelen. Maar kijk hoe goed ik ben. Gewoon tussen alles door, hè. Geen één bommetje die mij aanraakt. Ik red ons, Patrick en Squidward. Octo, wij gaan dit doen. Kijk ons hard gaan. Ik zit er helemaal in. GTA is er niks bij. Oeh! Ik ben zo goed, hè? Ik ben professional gamer, Melvin. Tot uw dienst. Oeh, ik vind het nog best wel creepy. Maar waarom wordt er niks gezegd? Waarom hebben we een of ander gek deuntje? En is dit een bossfight of zo? Kunnen we niet terug aanvallen? Oh, we kunnen toeteren. Oh, boost! Wow! We cannot go yet. We are trapped inside a dream. Clear Squidbill of the demons to break the spell. Wat? I have the burning leaf blower. Let's claim this place. We zitten echt in een koortsdroom. We zitten echt in een koortsdroom. Eerlijk? Dat wist ik. Wat hoor ik? Oh mijn god. Dit is echt... Oké, nee. Hier word ik echt niet vrolijk van. Holy damn. Wat zie ik? Ik word... Oh nee. Dit is echt een koortsdroom. Ah nee, waarom krijg ik die kippenvel van? Die geluiden die ze maken zijn echt ontzettend onaangenaam. Ik denk dat ik echt nachtmerries moet krijgen van dit spel. Kijk dit dan! Ah! Oh mijn. Dit is niet goed.
Dit is zo raar. Die muziek ook. Oh, fuel is op, fuel is op. Rip, rip, rip. Hoeveel van die beesten moet ik doden? Als ik dit hele dorp moet doodmaken, dan duurt het nog heel lang. Jeetje, mina. Hier. Fik erin. Dit is een soort van ongedierte bestrijding. Kijk ons hard gaan. Dit is wel echt top gameplay. Ik hou hier van. Ik hou hier echt van. Het is ook een beetje raar, maar goed. Eerlijk? Deze muziek moeten we ook in de echte SpongeBob hebben. Ik krijg hier een beetje Rammstein vibes van. Dit is toch heerlijk, man. Dit is goed. Dit is echt een heerlijk horrorspel. Het is gewoon leuk. Het is gewoon vermakelijk. En we moeten echt dit hele leger aan... Oh, mijn hemeltje lief. Dit is echt gewoon ziek. Dit is echt gewoon heel ziek. Kijk dit dan. Die geluiden. Ah! Snel. Nog meer benzine pakken. En er komen ook nog Squidwards achter me aan. Nou, dit is helemaal janken dit. Maar goed. Jeetje, wat is dit opeens? Dit is een of andere Walking Dead opeens waar ik in zit. Dit is een game van alle markten thuis. Oh, dat kan dus ook. Nou, dat is ook fijn. Wat de heck. Oké, deze gameplay begint nu wel een beetje langdradig te worden. Ik ga toch niet het hele veld moeten opruimen. Oh, is dat de laatste? Sleep well. Ja! Dat was de laatste. Oh, en de rest is ook dood. Nou, wat nu? Easy game, easy life. Oh. Thank you, SpongeBob. You saved us. Dit is het. Beste SpongeBob horror game ooit. 10 out of 10. Ja, geweldig. Echt waar. Zo ontroerend. Wat de heck was dit? Hey, oh. Ik ben hier al de melden met de zieke flow. Kijk mij aan het gaan. Yo, yo. Dit is het einde van de video. Druk op het duimpje omhoog. Dat doe je zo. En abonneer ook, voor nog meer ook. Gekke horror games die je kan vinden bij mij. Ja, ik ben altijd Melvin en ik maak je blij met mijn video's. Ja, voor jou en mij.